De stedelijke burgerij is in eerdere video's al heel veel voorbij gekomen. Hè. Zo we hebben bijvoorbeeld gekeken naar de opbouw van de stedelijke bevolking met uh, het patriciaat en het gemeen. En we hebben gezien dat uh, dat patriciaat, die rijke kooplieden, dat die allerlei taken van de adel overgingen nemen. En in deze video gaan we dan nog eens verder naar kijken, naar die stedelijke burgerij. En er hoort dus ook dat kenmerk-aspect uit tijdvak 4 bij dat daarover gaat. Ja, en we zagen dus al dat die stedelijke burgerij allerlei taken van de adel overgingen nemen. Hè, dus de bestuurstaken en ook uh, juridische taken. Maar uh, we zullen ook zien dat die stedelijke burgerij taken van de kerk, van de geestelijkheid over gaat nemen. En dan moet je dus niet eraan denken dat er ineens een of andere rijke koopman uh, ineens de kerkdiensten gaat leiden of iets dergelijks. Nee, van oudsher had de geestelijkheid, had de kerk ook een belangrijke rol bij uh, de sociale zorg en het onderwijs. En daar zie je nu dus ook verandering in komen in die steden. Want uh, bijvoorbeeld de gilden, of dat nou kooplieden of ambachtslieden-gilden zijn, die gaan steeds meer die sociale zorg voor hun eigen leden op zich nemen. Hè, voor bejaarden, voor weduwen en wees en dergelijke. Ja, hetzelfde gaan die stadsbesturen doen voor uh, de zogenaamde geesteszieken. Heel plat gezegd, de mensen die niet helemaal goed bij hun hoofd waren. Daar werden speciale tehuizen voor gebouwd, die steeds meer onder toezicht van het stadsbestuur kwamen te staan, in plaats van de geestelijkheid. En ook op het gebied van onderwijs zie je dat stadsbesturen de rol van uh, kloosters in dit geval vaak over gaan nemen. Er waren heel veel kloosterscholen waar uh, les werd gegeven, onderwijs werd gegeven in het Latijn, waar onderricht uit de Bijbel heel erg belangrijk was en waar de zeven vrije kunsten de belangrijkste vakken waren. En ja, daar zie je veranderingen komen. De stadsbesturen die nemen die kloosterscholen over. Onderwijs wordt ook steeds meer in de volkstaal, in de eigen taal, dus niet meer in de taal van de Bijbel. En het is steeds vaker gericht ook op zaken die voor uh, de stad en voor de economie, voor de handel belangrijk zijn. Het is steeds meer gericht op handel en op bestuur. Dus die stedelijke burgerij die blijft zich eigenlijk maar verder ontwikkelen en die steden blijven zich dus verder ontwikkelen en die ideeën binnen die stedelijke burgerij die blijven zich ook verder ontwikkelen, want zo komen er ook steeds meer ideeën over de bonum commune. En ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Mijn latijn is niet best. Ik heb ongeveer twee lessen latijn gehad. Uh, zelf, en dat was het dan ook wel. Maar goed, wat is die bonum commune? Als je het zou vertalen, dan zou je kunnen zeggen uh, zoiets als de goede gemeenschap of uh, het, 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 het goede voor de gemeenschap, het algemeen belang of iets dergelijks. Het komt er in ieder geval op neer dat het algemeen belang van de stedelijke bevolking, dat moet in het bestuur van de stad voorop staan. He, dus je hebt die stedelijke bevolking, nou ja, die betaalt uh, allerlei belastingen, ook belastingen aan het stadsbestuur, lokale belastingen die voor de stad bedoeld zijn. En vanuit die gedachte van dat bonum moet het stadsbestuur dat belastinggeld dus ook besteden aan zaken die goed zijn voor het algemeen belang. En dan zie je dus dat uh, stadsbesturen steeds vaker een monopolie krijgen op geweld. Hè, dat zij gaan zeggen: wij zorgen voor de verdediging van de stad, wij zorgen voor de handhaving van de openbare orde, de politie, zogezegd. Wij zorgen dus dat iedereen veilig is en dat de stad beschermd is. Nou, en tegelijkertijd gaan wij als stadsbestuurder ook meer, uh, steeds meer voor zorgen dat uh, alle openbare voorzieningen en gebouwen en dergelijke, dat uh, wij die ook aan gaan leggen en dat die ook goed onderhouden worden. Hè. Dan, dan hebben we het dus over uh, stadhuizen, markthallen, maar we hebben het ook over infrastructuur als bruggen bijvoorbeeld. En uh, nou ja, dat is dus allemaal vanuit die gedachte van die commune. Ja, waar we dus zagen dat de stadsbesturen ook allerlei taken van de geestelijkheid over gingen nemen, zien we tegelijkertijd ook dat het geestelijk leven zich ook aan het leven in de stad aan gaat passen. Het leven in de stad is anders. De stedelijke burgerij heeft andere behoeften op geloofsgebied dan dat er misschien altijd wel geweest waren. En dat zie je bijvoorbeeld terug in de opkomst van de zogenaamde Begijnhof. Um, een Begijnhof is eigenlijk een verzameling hele kleine huisjes, kleine gebouwen. Zoals we hier ook op de foto bijvoorbeeld zien. Waarin de vrome lekenvrouwen woonden. Dus uh, vrouwen die heel erg gelovig waren, maar het waren wel leken. Dus ze hadden geen officiële rol in de kerk. Het waren geen geestelijke, het waren geen nonnen dus. Maar ze leefden wel in een groep bij elkaar, in een gemeenschap, zonder dat ze echt uh, kloosterregels hadden of zo. Dus het waren dus, zeg maar, zou je kunnen zeggen, een soort wereldlijke nonnen of zo. En we zien ook uh, de opkomst van de bedelorders in de steden plaatsvinden. En uh, bedelorders, dat waren monnikenorders, zoals bijvoorbeeld de Franciskanen of de Augustijnen. En uh, ja, die, die, die bedelden dus om aan hun uh, inkomen te komen, aan, om in hun levensonderhoud te voorzien. Het was dus een geestelijke orde die armoede als ideaal had. Hè. Dat, dat was uh, de echte boodschap van, van Jezus, dat voorbeeld dat hij ook had gegeven. Je hebt geen, niet veel wereldse bezittingen nodig. Armoede is het ideaal. En ja, die monniken leven dus ook van wat ze bedelen bij elkaar krijgen. Nou, die zie je dus ook in heel veel verschillende steden, zie je dat soort orde opkomen. Ja, en dat geestelijk leven van die stedelijke burgerij dat is dus anders dan dat de kerk altijd gewend was geweest. En die, die stedelingen die hebben ook behoefte aan een meer individuele geloofsbeleving. Hè. Die willen dat meer op hun manier kunnen uh, beleven, dat, uh, dat katholieke geloof. En dat zie je heel sterk terugkomen bij een, uh, een geestelijke beweging, een katholieke beweging die opkomt in de, de oostelijke Nederlanden, en dat is de moderne devotie. En de moderne devotie is een uh, religieuze beweging die bestaat zowel uit geestelijke als uit leken. Dus mensen die een officiële rol hadden binnen de katholieke kerk, maar ook gewoon vrome gelovigen, de leken. Uh, en de nadruk ligt daarbij op het is jouw individuele verantwoordelijkheid om een goed christen te zijn. Hè? Dus je, je, hebt dat, je moet daar echt zelf voor zorgen. En dat betekent dus dat je uh, goed moet werken, vrome arbeid moet verrichten. En dat je dus ook echt uh, ja, jezelf moet verdiepen in het christendom, in het geloof. En uh, dat betekent dus ook uh, dat de religieuze literatuur, dat je die ook tot je moet nemen. Hè? Die, je moet dus uh, de, de, de Bijbel en andere uh, boeken en teksten over het geloof, moet je kunnen lezen dan wel in het Latijn, dan wel in je eigen taal. En ja, die opkomst en die populariteit van die moderne devotie, en dus ook uh, de veranderingen die ze daarmee op uh, religieus gebied teweeg brengen, de veranderingen die ze in de katholieke kerk teweeg brengen, is dus ook weer zo'n voorbeeld van hoe die steden en die stedelijke bevolking eigenlijk de samenleving in West-Europa, in de Nederlanden in ieder geval, steeds meer aan het veranderen zijn.